Hallo allemaal, ik ga beginnen met de tweede laag. En zoals jullie kunnen zien heb ik langs de buitenrand gebroken glas neergelegd. Wederom in een turquoise kleur. Ook heb ik wat glow-in-the-dark steentjes ertussen gelegd. En ik ben inmiddels begonnen met de eerste lijn epoxy. En dat is wederom de Golden Autumn. En zoals ik jullie heb verteld, een geode bestaat uit meerdere lagen. En niet alleen om hem dikker te maken, want je wil hem misschien wel ophangen of een tafeltje van maken of op een standaard zetten, dan moet hij dik genoeg zijn. Maar je kunt ook door verschillende lagen aan te brengen een diepte creëren. En dat ga ik alvast in deze laag proberen te doen. Ik ga ook een andere techniek gebruiken die je vast wel zult herkennen van het acrylgieten. De tweede lijn die ik aanbreng is een rode kleur en deze is van Stone Coat. En dit pigment heeft de eigenschap dat je daar hele mooie effecten mee kan creëren. En die je ook zult herkennen vanuit het acrylgieten. En dus deze plaats ik naast de Golden Autumn. Een dunne lijn. En ik gebruik kleine bekertjes. Want dan heb je iets meer controle over wat je op je kunstwerk giet. Daarnaast kleurloze epoxy. Dus waar geen pigment is toegevoegd. En ik laat deze twee kleuren met elkaar vermengen. En de kleurloze epoxy giet ik ernaast, zodat het daar ook in uit kan vloeien. En op deze laag ga ik meer kleurloze epoxy toevoegen, omdat je dan de onderlaag er doorheen kan zien en daardoor de diepte kunt creëren. Ik verwarm het een beetje, dus om het vloeibaarder te maken en het in elkaar over te laten lopen. En dan met een Jupo papiertje gebruik ik de swipe techniek. En deze die gebruik je ook bij het acrylgieten, maar die kun je dus ook bij epoxygieten gebruiken. En doordat ik de Stone Coat rood gebruik, kun je hiermee het lacing effect, wat je ook terugvindt bij het acrylgieten, zou je hiermee kunnen krijgen. En ook hele grote cellen kun je hiermee krijgen. Dus met een Jupo papier, ik zal alle linken naar de websites van de materialen die ik gebruik in de beschrijving onder de video zetten. Dan kunnen jullie dat nazien. En heel voorzichtig swipe ik het papiertje over de kleuren. Dus de Golden Autumn, dat is de bruinige kleur, swipe ik over het rood en dan in de kleurloze epoxy. En als het goed is, krijg je dan een soort van lacing effect. En zul je dus door de lacing de onderlaag, dus de eerste laag, terugzien, waardoor je de diepte creëert. En zorg ervoor dat elke keer als je swipet dat je papier schoon is. Ik knip het stukje eraf, maar je zou het ook schoon kunnen maken met een doekje. Voeg nu weer wat Golden Autumn toe. Dus ik druk mijn Jupo papier tegen de
steentjes en heel voorzichtig sleep ik de bruinige kleur over het rood in de kleurloze epoxy. En zoals jullie zien, ben ik de groene en de blauwe kleur ben ik wat kwijt. Dat had ik in de eerste laag om het gat gegoten. En dat ga ik in deze laag weer toevoegen, omdat ik dat toch wel een heel mooi contrast vind met het rood en het geel. Dus dat ga ik straks wederom om de steentjes gieten. En wel heel grappig, toen ik de vorm uittekende van deze geode, had ik helemaal niet in de gaten dat ik een vorm van een mond had getekend. Dus ik vind het wel heel mooi. En ik ga daar ook maar verder mee door, dat het op een mond lijkt. Nu zien jullie mij de groene kleur die ik in de eerste laag heb gegoten weer terugbrengen in de tweede laag. Omdat ik dat wel heel mooi vind. Dus om de steentjes of om het gebroken glas giet ik een dunne lijn met groen. Hele mooie kleur. En daaromheen weer de turquoise die ik dus ook kwijt ben. En dat gebeurt wel vaker, want wat ik al vertelde, de rode kleur die heeft de overhand genomen. En heeft deze twee kleuren dus weggedrukt. Maar ik voeg het toe in deze tweede laag. Ook gebruik ik een andere kleur. Dat is de Stone Coat blauw. En die heeft hetzelfde effect als het rood. Dus hiermee kan ik dus weer de lezing en de grootcellen creëren. Net als wat ik net ook gedaan heb. De kleurloze epoxy eromheen. Want dan kan het daarin uitvloeien. Ik voeg nog wat extra groen toe, want ik vind dat ik wat te weinig heb. Dus wederom een lijn met groen om het gebroken glas. En nu gebruik ik weer een jupo-papiertje. En dan swipe ik het groene over de turquoise en het donkerblauw. Voeg nog wat kleurloze epoxy toe. Dus je drukt het papiertje tegen de steentjes en heel voorzichtig swipe je de kleuren over elkaar heen. En je kunt al zien dat er wat effecten ontstaan. En dat komt toch echt door de donkerblauwe kleur van Stone Coat. Die is gemaakt op basis van olie. En doordat deze op basis van olie is gemaakt, kun je dus lezing en cellen krijgen. Of hele andere mooie effecten. En doordat je de kleurloze epoxy ernaast gebruikt en de swipe doet, ligt dus de groene kleur bovenop het rode. En daardoor creëer je dus de diepte.
Het wordt in ieder geval een hele mooie kleurrijke mond. Mooi contrast. Ja, en met twee lagen is deze mondgeode nog steeds niet dik genoeg. Dus ja, er komen minimaal nog twee lagen op. Nou giet ik wat kleurloze epoxy over de steentjes, zodat ik zeker weet dat ze straks vastzitten. Ja, en ik denk dat als ik hem uit de mal heb gehaald, dat ik dan een metalen haakje op de achterkant maak, zodat die opgehangen kan worden. Maar goed, zover zijn we nog niet. Dus heel voorzichtig met een stokje druppel ik wat kleurloze epoxy over de steentjes. Ik bekijk de geode van alle kanten waar nog geen epoxy zit en dat vul ik dan aan. Maar goed, als je een plekje vergeten bent is ook niet erg, want er komen nog twee lagen bovenop en dat zie je toch niet weer terug. Dat vult wel. Ook op de binnen langs het gat over de steentjes wat kleurloze epoxy. En vergeet niet, als je met zo'n geode begint, zorg ervoor dat je voorbereiding goed is. Dat je alle materialen klaar hebt liggen. Ik heb daar ook filmpjes van gemaakt in de Nederlandse afspeellijst. Ook hoe ik mijn kleuren mix. Dus als je dat wil weten, ja, dan zul je eventjes naar de afspeellijst moeten. Maar het is echt heel belangrijk dat je een goede voorbereiding hebt, want je verwerkingstijd is ongeveer 30 tot 45 minuten. En ja, in die tijd kun je dus je laag aanbrengen. Dus hou dat goed in de gaten. Ja, wederom de brander voor de luchtbelletjes. En wederom kijk ik of er niet geen stof in is gevallen. Dan haal ik dat eruit. Ook tijdens het drogen kijk ik nog een keer weer opnieuw of de luchtbelletjes zijn ontstaan. In ieder geval het eerste uur. En dan als die opnieuw zijn ontstaan, dan haal ik ze wederom weg met de brander. Niet te lang op één plek met je brander, want de epoxy kun je verbranden. Zo, we zijn 24 uur later en
Hij ziet er dus nu zo uit. En je ziet dus dat het blauwe en het groene wat ik aangebracht heb, dat ligt bovenop de eerste lagen. Er zit echt heel veel diepte in. Mooie effecten. Ik ben heel erg tevreden. Ook hele mooie contrasterende kleuren. Glinstert heel erg. Ja, het ziet er goed uit. Beetje dichterbij nu. Kun je het beter zien? Ik hoop dat jullie de diepte kunnen zien op video. Maar er zit echt heel veel diepte in. Vooral waar ik geprobeerd heb wat bijzondere effecten te creëren in het blauw en het groen. En ook hier in Golden Autumn, de bruinige kleur, ligt bovenop het rood. Daar kun je zien dat het groen en het blauw bovenop de rode kleur ligt. Heel mooi. Ook de effecten van de effectvloeistof, wat ik in de eerste laag heb aangebracht, kun je heel mooi zien. Dat zijn alle oranje cellen die je ziet. Ja, ik ben heel tevreden hoe die eruit ziet. Ja, en ik hou van contrasterende kleuren. Dus ja, vandaar de groene en de blauwe kleur. Steekt mooi af bij het rood. Het is een beetje apart. Daar hou ik wel van. En ja, ik had ook wat andere kleuren rood kunnen kiezen. Maar ja, goed, ik hou van iets anders als anders. Vandaar de groene en de blauwe kleur. Maar goed, ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. En als jullie nog niet zijn geabonneerd op mijn kanaal, alsjeblieft abonneer je op mijn kanaal. Druk op de bel, zodat je elke keer als ik een nieuwe video upload, een berichtje krijgt. Geef me een duim omhoog voor deze video. Als je reacties wil plaatsen, plaats onder deze video. En je kunt me ook vinden op Facebook en Instagram. Alle linken wat je wil weten staan in de beschrijving van de video. En ik zie jullie in de volgende video. Doei!